Saramacca Kennel System Rehabilitation Project is voornamelijk bedoeld om het ontwateringssysteem te verbeteren. Dit zei projectcoördinator Satish Mohan vandaag bij de launch van het project in de conferentiezaal van Ramada Hotel. Minister Gilmore, hoofdraad van Financiën, gaf aan dat het project is gefinancierd door de World Bank. De bewindsman zegt dat er een grondige voorbereiding vooraf is gegaan aan de rehabilitatie van het kanaal. Het project rehabilitatie van Saramacca Kanaal is eerder dit jaar, zoals eerder aangegeven, in april getekend met de Wereldbank voor een bedrag van 35 miljoen. Dit zien wij nog steeds als een enorme mijlpaal, omdat het het eerste project was dat we na 30 jaar weer met de Wereldbank zijn overeengekomen. Tussen het moment van ondertekening en vandaag is nu stilgezeten. Ik denk dat de heer Mohamed aangaf, de eerste discussie begon in feite 2014. En hier, ik kan me nog herinneren, dat de Centrale Bank hele grote vertegenwoordiging toen wij ons pad met de Wereldbank wilden revideren en die issue opkwam van het Saramacca Kanaal. En daar zie je dat elke stap die wij doen met deze instellingen met zoveel checks en balances gaan. Want na 5 jaar in feite zijn we zover om dit project te launchen. Er moet voldaan worden aan de voorwaarden om de lening effectief te verklaren. Onder deze voorwaarden viel het overleg natuurlijk van de legal opinion, na beoordeling van de PC verkregen en alle andere administratieve handelingen. Gilmore, hoofdraad, minister van Financiën. OE-minister Vijay Chotkan benadrukte dat het Saramacca kanaal van groot belang is voor Paramaribo, Wanica en district Saramacca. Hij vindt het belangrijk dat het kanaal zijn ontwateringsfunctie blijft behouden. Aan 2019, dames en heren, heeft dit kanaal behalve de transportfunctie ook de voornamelijke functie van afwaterings- en bergingssysteem. Gelet op de uitbreiding en vestiging van woonkernen in Paramaribo, Wanica en Saramacca is dit kanaal meer gaan functioneren als ontwateringskanaal ter ontwatering van de omliggende gebieden. Mede rekening houdend met de veranderende klimatologische omstandigheden is het dus noodzakelijk dat het kanaal zijn afwateringsfunctie optimaal blijft vervullen en is het toe te juichen dat in samenwerking natuurlijk met de Wereldbank en het ministerie van Financiën het project wordt gelauncht voor de rehabilitatie van het Saramacca kanaal. De rode draad, dames en heren, binnen dit project is absoluut de flood risk management, welke eerder aan de orde is geweest, welke hedendaags een zeer belangrijk aspect is in het kader van ontwateringssystemen op de wereld. Dat was Vijay Chotkan, minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie. De minister zegt dat het de bedoeling is om de transportfunctie van het Saramacca kanaal te doen herleven.